Tazin Aura. Het is een hele fijne aura-steen die een heel stuk hoger gaat dan de Aqua Aura, de meest bekende van de aura-soorten. De Tazin Aura heeft een violette vlam in zich zitten die ook stimuleert bij jou. Het is dan ook een steen die heel erg hoog gaat. Een steen die vooral op de kruinchakra, maar ook met derde oog werkt. Het is ideaal om jezelf te zuiveren van alles wat in jou zit, wat jou belemmert, om het contact met hierboven nog duidelijker, nog beter te krijgen. Dit is dan ook een steen die geschikt is voor iedereen die bezig is met spirituele ontwikkeling. Maar ook een steen die veel meer geeft dan dat. Hij geeft ook spirituele troost. Hij zorgt ervoor dat het contact met hierboven veel verder gaat dan dat je eigenlijk nu in gedachten hebt. Het is een steen die ook gebruikt wordt bij kinderen. Een beetje raar, omdat deze heel erg hoog gaat, maar juist kinderen met ADHD is dit de aangewezen steen. Er zijn meerdere vormen van autisme waarbij deze steen gebruikt worden. Maar vooral bij kinderen die vastlopen in hun gevoel en heel veel moeite hebben met alle energieën die om hen heen zitten. Het typische ADHD-kind. Daar is deze dan ook ideaal voor. Als laatste is deze steen ook ideaal voor mensen die migraine hebben. Maar let wel op, migraine is geen gewone migraine. Heb je heel veel contact met hierboven, maar is er zoveel chaos dat je geen duidelijkheid krijgt en daardoor heel veel spanning op je hoofd krijgt en daardoor de migraineaanval aanzet, dan is dit de aangewezen steen. Hij is dus niet geschikt voor mensen die heel veel spanning bij zich hebben door de aardse stukken en daardoor migraine krijgen. Maar juist dat stukje wat niet erkend wordt door de mensen, vooral ook door de artsen, dat soort migraine, dat kan je met deze steen heel erg goed aanpakken.